lieve vrienden, ik heb jullie nou voorbestaan op het aanrecht. En ik wou jullie een beetje mee laten kijken wat ik voor morgenavond klaarmaak voor eten. Dat Astrid hier ook komt. Nou, ik heb al de sippels in stukjes. Dat, ja, in het Nederlands is dat ui. Ik zeg het altijd in het Fries. Sippels. Maar ook worst. Spekjes. Champignonnetjes. Een blikje ananas. En paprika's. Niet alles gaat erin natuurlijk. Dat is helemaal niet nodig. Maar ik zet jullie dan even zo neer dat ik fatsoenlijk kan werken. Want dat gaat nu niet. Jullie staan me nou in de weg weg. En ik weet niet als ik jullie daar nou neerzet. Of ik dan nog te zien ben op het aanrecht. Dat is een beetje moeilijker te zien, denk ik. Nou, ik moet daar even om denken hoe ik dat ga doen. Ja, dus ik zet jullie weer even uit. En dan zeg ik tot zometeen. Nou, ik geloof dat jullie het zo kunnen zien. Ja, mijn dikke buik ook. Maar het gaat om wat op de plank gebeurt. En hier is mijn pannetje. Daar gaat het in en... Hier bak ik mee. Dus ja, dat komt allemaal goed. Ik ga gewoon altijd eerst alles voorbereiden om het te snijden. Dus we nemen nou een halve roodworst. En een halve is meer dan genoeg. Zo. Snij ik hem eerst door de helft en dan gaat de andere helft weer in de verpakking. Zo. Dat er overheen. En dan gaat hij ook weer in deze zak terug. En dan doe ik die ook alweer in de koelkast. En dan pakken we weer even een bahahakje waar de rookworst in kan. Zo, gewoon een schaaltje. En dan snijden we gewoon in kleine stukjes. Ja. Ja, jij lust ook wel wat, hè, man? Moet je ook een stukje? Moet je ook een stukje? Nou. Hoppata. Dat is Frodo. Ja, jij lust ook een kereltje. En dan moet ik ook voor Eeuwin laten leggen, een stukje. Zo. Krijgen ze alle drie wat. Zo. Nou, gewoon die kleine stukjes dus. Nou ja, dat weten jullie zelf wel. Oh, er gebeurt weer wat in de helder. Ja. Zo. Nou, oh. Ja, dat is de andere app. Ik zoek even een schoteltje. Die staat daar. Ga eens even weg. Dat is voor Eeuwen. Ja, dat is voor Eeuwen. Champignonnetjes. Nou, dan even de gootsteen omspoelen weer voor de tweede keer. Zo. Nou, champignonnetjes was ik altijd even. En er zit altijd wel troep aan. Nou ja, dat wil je er niet in je eten hebben. Dat vind ik een beetje smerig. En ik breek de champignon altijd. Ja. Die snij ik niet.
Dat je ze snijdt, dan gaat er een heleboel vitamine verloren, vind ik tenminste hoor. Maar ja, wie ben ik? Een mens van vlees en bloed. Net zoals jullie. Nou, de ene doet het zo, de andere doet het zo. Nou, en ik breek het in stukjes. Hé, kerel? Ja, nou? Wat is er dan? Ben je lief? Ja, is Vrodotje lief? Ja, jullie zien er nou even niks. Kan er ook niks aan doen. Zit bij de kraan. En die is schuin naast jullie. Zo, nog twee. La la la. La 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 la. Tidi tidi. Zo. En dan pakken we het dekseltje. En daar kan het gewoon in. Gewoon in het dekseltje doen. Past het er niet in? Ja, dan kun je altijd nog wat pakken. Tot het eerst in het dekseltje. Leg eraan hoe gek ik in mijn hoofd ben. Van hoeveel maak ik klaar. Ja. En daar vind je. Ja, man. Oh, kom je kijken. Kom jij kijken, man. Ja, daar komt Ewin aan. Voor Ewin, waar ben je dan? Je lust geen champignon. Nee, je lust geen champignon. Nee, je gaat ook niet naar Ewin toe. Ja, jij hebt gehad, Ewin die had niet gehad. Zo dan, er is nog wat aan de hand hier. Hé, kerel? Ja, vertel. Wat kom je doen? Wat kom je doen? Hé, ja. Ik weet niet wat ik heb vanmiddag, maar... Dat Karin aan de telefoon hing, daarnet... Daarvoor had ik ook al zo'n hoefbuis, een kriebelige keel. Ik ben niet eens niet verkouden, niks. Het is een meisje. Ja, dat lustig je wel, hè? Wat voor dikkie, hè? Ja, champignonnetjes vind ik heerlijk. Ik lust ook rauw. Wie lust nog meer champignonnetjes rauw? Gewoon zo'n stukje eventjes lekker in je mond. Heerlijk. Maar ja, ik vind dit wel genoeg, want er komt nog paprika's door. Mag ik even doen, schat? Hallo, moet er even bij? Normaal, dan wat je. Zo. En ik moet ze even afdrogen. Want ik moet weer een schaaltje hebben voor de paprika's. Of een pan. Ik ken ook wel in een pan. Dat is beter ook nog. Die kan daar even op. Even die plastic pan. Mijn rijstkoker voor in de magnetron. Gewoon een plastic pan. Een stoompan. Maar ik doe er van alles en nog wat mee. Mijn mesje even schoonmaken. Zo. Weer afdrogen. Zo. Paprika's, nou ik zet hem even daarin. Ja, hij doet het nog. Ja, ik moet even opletten of hij niet uitgaat, hè. Ze doen het maar zo van minuten. Een minuut of 20 geloof ik. En dan moet je hem weer opnieuw eventjes zeggen van, hey, er is werk voor je aan de winkel. Kom, kom, kom nou, eigenwijs.
dom ding. Het zakje gaat niet weg, want ik gebruik ze niet helemaal. Nee. Zo. Die gaat zometeen weer in het zakje. Ik zei al, die gaat zometeen in het zakje. En dan weer een, die gaat ook in het zakje. En weer een. En die gaat ook terug in het zakje. Nou. Hup. 1, 2. En nog één. En dat gaat ook weer in de koelkast. Mag ik even bij? Dank u. Nou, dan gaan we hier al bij. Zo. Nou, dan pakken we even de vuilnisbak erbij. Nou, de bovenkant er even af. Althans, de deksel. Want ja, wat ik niet in mijn... Ook een ander mesje. Dit haal je er dus uit en die zaadjes, hè. Die haal je er gewoon er helemaal uit. Nou, dat doe ik boven de vuilnisbak. Het behoort eigenlijk niet, want als je de chef Koks op de televisie ziet, nou, dat mag niet boven een vuilnisbak. Nee. Nou, het is voor mij wat makkelijker. Ik ben het gelijk kwijt, die troep. Ja. En als je last hebt van ongedierte in je vuilnisbak, hè, zo'n beestjes waar wat je, die je niet hebt uitgenodigd, spuit er eventjes lavendel erin. Te halen bij Action. Ja. Had ik ook. Want ze kunnen niet tegen die geur van lavendel. Kunnen ze niet tegen. En ik wel, ik vind het lekker ruiken. Dus ja, twee vliegen in één klap. De vliegen gaan dood, de maden gaan dood, de muggen gaan dood. Door de lavendel. Maar jij hebt al lekker geurtje in je huis. Zo, dit zal doen we op. Voilà, nou dan zal ik die dingen omspoelen. Dat is goed. Zo, die is schoon. Ja, eruit jij, wegwezen. Ook schoon. Ook schoon. Zo, nou dan gaan we naar huis. Ik moet eerst mijn handen even afdrogen, want ik moet goed zitten. Ik zit niet lekker meer. Ik krijg pijn van in mijn rug. Moet me niet. Zo. Hé, hey, kerel. Zo. Nou, dan kunnen we weer gaan snijden. Hup. Nou, eerst die reepjes in de lengte. Nou, ik denk dat iedereen dat ook wel doet. En dan in blokjes. Hoop. Ik kan daar nog wel even wat smaller. Zo. En het zonnetje schijnt weer. Ja, je wil zeker weer naar buiten kunnen, hè? Ja, het begon te regenen, dus ik denk, doe die deur even dicht. Maar ja. Het is ook alweer droog. En jullie zien precies wat ik doe, hè? En ik denk, ik hoop, ik mag hopen dat jullie het leuk vinden. Wat ik doe. Blijf leggen. Laat is het. Dr. Queen begint zo, dat volg ik normaal. Dus gaan we dat ook eventjes
zometeen even instellen dat ik het kan zien. En anders moet ik een aflevering missen. Maar ja, is ook niet een keer niet erg. Ja, kan dat. Wil er een eruit. En dat is meneer de Kandalf. Dan doen we dat ook even zo tussendoor. Zo. Nou, ik heb die pan niet nodig. Hou eens even op, man. We gaan eventjes Kandalf eruit halen later. Gaan jullie met me mee? Want anders is het ook zo alleenig, hè? Ja. Kom maar. Nou, dan gaat de deur open. Ja, toch? Ja. Ja, en ik was dus ook bezig met renderen. En die is ook klaar. Die is dus ook klaar, dus die kan ik vanavond ook naar YouTube brengen. En dat is een Bresband. Ik zal het jullie eventjes laten zien. Even vergroten, full screen. Dat is een Bresband, die heeft de kermis bij ons geopend. Dat is gaaf hoor. Echt gaaf. Maar oké, dat krijgen jullie dus alweer eerder te zien dan deze vlog. Dat is altijd leuk. Ja. Nou, dan is het nog een blikje ananas openen. Ja, en het vocht kan ik weggooien. Omdat lust ik niet. Dat is mijn brandy short. En ik schrok het altijd in een beker. Want mijn mannetje die lustte het wel. Maar ik kan niet. Het is een beetje te zoet. Hup. Zo. Voilà, nou dan kan die weer weg. Heb ik niet nodig. Nee, want de paprika kan je gewoon van die plank afschuiven. Zo. Nou, lieve mensen, dan zal ik jullie weer een klein beetje bijdraaien. Maar ik moet eerst even het aanrecht afdrogen hier. Het ziet er niet uit, zo nat. Zo. En dan ga ik jullie wat bijdraaien. Ik weet niet of jullie zo de pan ook zien. Dus kijken wat wat is hoor. Dit is mijn pan. Dit is, ja ik zie het al. Ik ga eerst de uien doen. Deze planken even die kant op. Eerst de uien. En dan de is. Hoppata, dat even daar. Nou, die moet even omgedraaid worden. Ik schud het altijd wel eerst. En dan gaat er wat van in de pan. Zo. Currypoeder, paprikapoeder, peper, zout. Zout, curry, paprika, peper, voilà. Nou, dan zetten we dat ding aan. Moet even beter neergezet worden, want het gaat zo niet goed. Zo. En dan ga ik water drinken, want ik stik van de dorst. Zo.
Dit wordt weer een vlog van indelen, denk ik. Toch? Oh ja, maar houten staande. Dit ding. Ik weet niet hoe jullie hem noemen, maar ik zeg altijd een houten spaander. Ja. Frodo die legt lekker in de deuropening. Hopie dopie. Wat zit daar nou? Oh, dat is die stukje appel van het bord. Wat in het bord zit geverfd, gedrukt. Hoe noem je dat? Ik dacht dat het een ui was, maar nee. We gaan die ook even open doen. Dan kom je wel. Dat is een beetje te ver. Wou jij naar buiten? Nou, ga maar naar buiten. Weg, weg, weg. Ja, dat gaat goed. Dan kan dat erbij. Zo. Nou, dan ga ik het allemaal uit elkaar zien te krijgen. Allemaal uit elkaar. Dan gaat er eerst zout op. Dat is 1. Paprika. Curry. En met een peper moet je zo goed uitkijken wat je doet, omdat het zijn zulke grote gaten. En zo. Dan is weer even roeren met het joute jepeltje. Dat zei mijn moeder vroeger altijd, het joute jepeltje. Net alsof je de andere letters niet uit kunt spreken. Maar ja, wel grappig. Zagen jullie het? Ik weet het niet. Ik pak jullie wel even. Nou, lekker toch? Jammer dat het geen geurcamera is. Maar wel lekker. Nou, dan moet ik eventjes. Zo. De spekjes gaan er nu in. Het is niet genoeg, zie ik nou. Nee, ik had er gisteren al wat van gebruikt. Dus ik pak nog even wat uit de koelkast erbij. Zo. Dat weer even open. En oh, het gaat niet eens. Het is zo moeilijk soms open, terwijl er wel van die lipjes zitten.
Dan krijg je het niet gedaan. Dus pak je er maar weer een mes erbij. Zo. Ik heb nog wel wat bij, zei ik. Zo. Een keer ook nog rookworst. Dat gaat er ook nog bij. Dan vind je weer wat hoger. Het is ook vreemd weer hoor. Zo schijnt de zon en dan is het donker en bewolkt. Nou. Even lekker laten bakken. Ja, ja. Daar gaat een zakje de grond op. Nee, moet maar niet. Of niet schoon. Daar kan ik jullie bij in doen, de spekjes die ik over heb. Zo, ik heb het ook weer in de koelkast. Hé, kerel. Hang je door. Hang je door. Hoi. Het is niet jouw huis, het is mijn huis. Nou. Mooi, dan gaat de rookworst er doorheen. Dat wil niet eens, nou, dan mijn hand maar even. Zo. En dan kan de champignonnetje tegelijk er doorheen. Dan kan die kant weer op, ik zo weer op de champignonnen. Nou, en ik merk, er moet wel wat vet bij. Dus dat doen we. Nou, ik weet niet wat jullie mee hebben gekregen, maar ik heb de champignonnetjes dus er al in en de rookworst erbij in. En dat laat ik jullie even zien. Want ja, hij was er helaas al uitgegaan, dan ga ik even niet door. Het is zo meteen de paprika en de ananas nog. En dan is dit in ieder geval klaar. Dan kan dan wijfie er doorheen en dat legt nog in de vriezer. En dat kan in bevroren toestand er doorheen. Dan pakken we eerst de paprika. Eén gekleurd geheel. En dit wordt dus dan gewoon straks een stampot aan de ijsie. En dan haal ik wel weer een heleboel over. Maar ach ja, je kunt ook in je frietje een watertje een keertje weer eten. Je houdt altijd over. Omdat je, ja, je maakt genoeg. Nou ja, en ze komt wat later. Maar ik ben ook klaar. Ja, ik moet naar Fysio. We gaan samen, gaan we eventjes, jullie en ik gaan eventjes weer naar Gregor. En naar die andere negen toe met het painten. Kijk hoe ver dat vorder. Nou, Astrid die moet morgen ook naar de dokter geloof ik. Die komt ook pas na tweeën.
Nee, maakt niet uit. Nee hoor. En dan komt morgenochtend komt Rebecca nog. Die is vandaag niet geweest. Die was er gisteren, dat weten jullie. En dus. Nou, het ziet er heerlijk uit en het ruikt nog heerlijker. Ja, ja. Jeuk. Nou, ik ga even een stukje ananas pikken. Dat wordt wel heerlijk. Kom op. Hij wil niet. Nou zeg. Zo. Ook weg. Ananas die kun je ook, want dat doe ik ook wel eens. Eerst apart bakken dat ze bruin worden. Maar het is niet altijd nodig dat ze bruin worden. Ook om de kleur geel te behouden in je eten. Ja, en jullie zien, ik hou die pan wel vast, gewoon bij het oor. Dat kan met een inductiekookplaat. Hé, gast, zou ik het niet aanraden om dat te doen. Pak er dan een pan al op erbij. Hey, jongens. Zullen we dat ook weer opruimen? En dit er opruimen? Zo. Dat komt ook weer erop. Die kunnen we hier alweer in. En dan moet ik vanavond het vlees nog braden. Dat komt ook later even. Ik wil zelf ook eerst eten, maar het wordt geen patat met pindasaus. Want ik heb nog eten. Ja, dat maak ik straks warm en dan is het ook weer klaar. Oh, het ziet er zo lekker uit. Heerlijk, heerlijk. Ik laat het jullie weer even zien. Ja, ja. Lekker, hè? Ja. Ik weet wat lekker is. Zo is dat. Dan deze. Gaan we pakken. Ja, ja. Dat is boerenkool. Dat moet ik niet. Nog een laag. Wat is dit? Aandrijven. Mooi, nemen we die. Nou, dan niet. Ja, moet je wel inknippen en dan niet ernaast. Zo. Zo.
Zo. Van de vet, ik zie zo wat niks meer. Ho, knoeidoos. Ik ben blij dat mijn kookplaat schoon was voordat ik begon. Nog maar een ongezakkendijzer bijpakken, ben ik blij dat ik er twee had. Zeg toch, het wordt meer dan genoeg. Het ziet er feest wel uit, dat zeg ik het zelf. En wat je ook kan doen, dat is niet stampen, maar bij wijze van spreken rijst erbij koken. Ja, ook dat kan, rijst erbij koken. Maar ja, dat wil de dame in kwestie niet, die dit heeft uitgekozen. Tenminste, ze wou stampen op een dijvietje, dan krijg je het op een andere manier dan je gewend bent. Ik zeg op voor zomers. Pak ik nog een zak, ik heb er nog een. Ja, oh, ik heb er nog een, hè? Ja, zeker. En dan heb ik er nog een. Hoe doe ik dat? Maakt niet uit. Zo. Nou, gaan we weer. En dan denken er een hoop van, ach, die mevrouw die zit, ze wordt er niet moe van. Maar het gaat wel in mijn rug hoor. En daar word ik wel moe van, want ik verga nou van de pijn in mijn rug. Maar ja, ik kan de pret niet drukken, we gaan gewoon door. Want dan wordt het morgen wel smullen. Zo. Dan is morgen dit gewoon opwarmen en aardappelpuree klaarmaken. En dat gaat hier gewoon doorheen. Dus ik maak het gewoon hier al in aan. Komt hier ook nog wel weer water bij dan, na het opwarmen van dit, vanwege de aardappelpuree. Zo. Nou. Dit is klaar, lieve vrienden. Ja, dit is klaar. Zo. Even schoonmaken. Nou, de rest spoelen we wel af. Ik laat het jullie nog even zien. Ja. Ziet er lekker uit. En dat ga ik vanavond nog even bakken. De schouderkarbonade. En dan zien we het wel weer. Daar, die gaat uit. Ja, die gaat uit. Die is al uit. Er staat nou een H. En dan zal ik een deksel zoeken die er een beetje op kan. Want de deksel die erbij behoort, die ik weg kunnen gooien. Want die pan die is al zo oud. Pas jij erop? Nee. Pas jij erop? Jij bent groter? Ook niet. Jeetje. Die past er wel op. Ja, die is van mijn andere super. Ja. Ik weet het al. Die past er wel op. Maar ja, maakt niet uit. Ja, hij is zelfs nog ietsje pietsje te groot. Dat maakt niet uit. Hij is klaar. Ik wens jullie ook een hele fijne avond. En ik zou zeggen, ik hoop dat jullie het
fijn zullen hebben. Ja, geniet van alles. Moeten jullie ook nog eten, dus zou ik zeggen, ook smakelijk eten. En een liefdevolle avond. Geniet met elkaar, van elkaar, met wat jullie doen gaan. En ik zou zeggen, voor later wel trusten. Slaap lekker met mooie dromen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!